Beste mensen, welkom bij de sessie Digitale Transformatie en Datagestuurd Waterbeheer van het kennisfestival Do Facts Matter. Er zat geluid onder de trailer, maar dat hebben we deze keer niet gehoord. Maar dat maakt niet uit. Iedereen heeft het filmpje vast al 3 keer gezien. De sessie wordt opgenomen zoals de hele dag wordt opgenomen. We gaan het voorzichtig editen, ook nog met een nette kop en een nette kont. Maar in principe zijn alleen sprekers en panelleden in beeld. Michelle, wil jij mijn eerste sheet voorzetten alsjeblieft? Wat is data science en wat is digitale transformatie? Of wat is... AI, Artificial Intelligence, en er zijn nog heel veel meer kreten. Ik heb een beetje zitten verzamelen en ik ben hier absoluut niet uitputtend in, maar een paar begrippen op een rijtje gezet. Data-driven, dat is een leuke, maar iedereen is in principe data-driven. Ook iemand die niet van computers gebruik maakt. Een hydroloog of een afvalwaterzuiveraar, afvalwaterzuiveringstechnoloog, die maakt gebruik van data. Die data, die modellen, die kunnen in je hoofd zitten of die kunnen in een computer zitten. En in het laatste geval, als je dat vervolgens een computermodel kalibreert, is dat machine learning. En eigenlijk doen we dat al heel lang. Data-driven decision making, dat is dan de machine helpt je bij het nemen van beslissingen. En uiteraard kan dat nooit werken zonder zorgvuldige interventie van menselijke experts. Maar je bent een stapje verder. En nog een stapje verder is Artificial Intelligence, AI. Grote vakgebied waarvan de data science en de machine learning zich samen bevinden. AI probeert bepaalde complexe menselijke handelingen te laten uitvoeren door een computer. Dat is weer een stapje verder. Maar ook hierin zouden mensen een controlerende rol moeten hebben. Andere visie, andere bespiegeling. Digitalisatie, digitalization, the embodiment of idea creation. It's capturing human ideas in digital form for transmission, reuse and manipulation. Installing communication networks, data centers and computing capacity. Instantly connecting people and companies with one another and the information they need to make their daily decisions. Zo, wie er nog bij deze sessie aangehaakt is, die heeft het ergste gehad. Het is echt, die laatste is veel meer visie op maatschappij, op organisaties. Maar dat allemaal is onderdeel van digitale transformatie. We gaan erop terugkomen. Mag ik de eerste Mentimeter vraag van je? Wat is digitale transformatie volgens u? Vul de Mentimeter code in en kom met jullie antwoorden alsjeblieft. Loop langzaam vol. Voorkeur tot nu toe voor verandering van alle aspecten in de waterschapsorganisatie. Overgrote meerderheid zelfs. En een goede nummer 2, domeindeskundigen krijgen ondersteuning door digitale technieken. Mooi. Goed. Beeld is duidelijk, denk ik. Vooral een organisatieopgave
En voor een belangrijk deel domein, daarnaast goede tweede domeindeskundigheid krijgt ondersteuning. En software zal niet zo heel snel de beslissingen overnemen. Mag ik mijn volgende sheet, Michelle? Data science, want we hebben het over data. Data staan centraal, dus je vertrekpunt zo ongeveer. En in die piramide die jullie ook bij de trailer voorbij hebben zien komen, die begint met data. Maar eigenlijk horen er nog twee lagen voor. Althans, ik heb er voor vandaag eens twee lagen voor geplakt. Die data die komen uit een omgeving, uit systemen, uit objecten, uit watergangen, rioleringen, zuiveringen, dijken, verzin ze maar. En die bemeten we, die monitoren we met sensoren, chemische analyses, wat dan ook. En daar komen data uit voort. Dat geheel kun je tot informatie omkatten. Maar de enige echte feit, de enige echte waarheid zit daar onderaan. En dat is je echte omgeving, je systemen. En alles wat je daarboven doet zijn abstracties van die systemen. We kunnen heel veel data genereren. En dat doen we en daar kunnen we slim mee omgaan. Maar wat mij betreft is het terugkijken naar die omgeving, naar die echte wereld, een heel belangrijk element hierbij. Die data krijgen waarde door te labelen, door terug te kijken en vooruit te kijken en daar zo informatie van te maken. En data zijn geen feiten, om bij de thema van vandaag aan te blijven sluiten. Een feit is pas een data. Het zijn pas data in zijn context met labeling, informatie enzovoort. Hey Jen, wil jij de volgende sheet pakken? Graag, ja. Iets meenemen. Yes. Welkom allemaal bij dit onderdeel van het festival op de late middag. Als dit een echt festival was, een muziekfestival, dan was dit het moment waarop de aandacht een beetje meer ging verslappen. En je misschien niet alle bands meer helemaal meekrijgt. Maar fijn dat jullie er nog zijn. En ik hoop dat jullie nog energie hebben voor deze sessie. Vooraf, mijn expertise ligt niet direct op het vlak van water. Ik ben hoogleraar bij een opleiding managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ons onderzoeksprogramma gaat over wat heet Responsible Organization. Dus het gaat niet alleen over hoe kan ik zoveel mogelijk geld verdienen, maar ook nog over hoe organisaties impact hebben op sociale dingen en op de ecologie, de omgeving van ons allen. Dus in die zin komen daar heel veel dingen bij elkaar. En we kijken ook al een tijd naar nieuwe businessmodellen. Businessmodellen die bijvoorbeeld alles te maken hebben met digitalisering of platformisering. Maar ook naar wat je kan noemen sustainable business models. Vaak worden new business models gelijkgesteld aan sustainable business models. Dus vanuit die hoek, dacht ik, is het misschien interessant om te kijken naar dingen op het niveau van de organisatie, die ik in deze slide bij elkaar gezet heb. Maar ook omdat jullie natuurlijk in een maatschappij werken en misschien burgers iets verwachten van jullie als organisatie, dacht ik het ook handig was om naar de maatschappelijke kant te kijken. Ik moet ook zeggen dat ik me sterk afvraag of ik wel iets doe met big data. Maar ik kan wel zeggen dat ik al 25 jaar rekenmodellen bouw over complexe organisatieproblemen. En daar wordt vaak voor gebruik gemaakt van enterprise resource planning systemen. Dus heb je het over SAP en Oracle. En heel vaak is het dan handig om te beginnen vanuit een idee van waar het probleem om gaat en daar de data bij te zoeken in plaats van andersom. Dan gaat het heel vaak over het opstellen van transparante modellen. Dus dat zul je wel in mijn antwoorden vandaag of in mijn opmerkingen vandaag een beetje door horen klinken. Maar het is maar één visie op dit alles, dus laat je daar vooral niet door afleiden. Volgens mij staat linksboven op die slide wat de mooie belofte is. Namelijk als we al deze mooie dingen gaan doen, dan is iedereen meer met elkaar verbonden, heeft toegang tot meer informatie. En in het begin werd er nog wel eens gezegd, zo'n aantal jaren geleden, dat dat automatisch zou leiden tot meer participatie in besluitvorming en transparantie. Denk aan de Arabische lente van 10 jaar geleden. Waarvan gezegd werd dat internet daar een belangrijke bijdrage aan had. En meer op niveau van consumenten. Je hebt het idee van de long tail. Dus ook
opties die er maar door heel weinig mensen worden gekozen, die zijn opeens wel toegankelijk, omdat die nu eenmaal te vinden zijn op internet. Omdat er aanbieders zijn die hun klanten vinden over, op heel kleine onderwerpen. Maar die beperkingen komen natuurlijk ook steeds meer naar voren nu. Algoritmes die er bijvoorbeeld voor zorgen dat bepaalde berichten bovenaan jouw Facebook scrolllijst komen. Die algoritmes zijn niet transparant. Als je AI gaat gebruiken voor serieuze zaken, zoals de politie helpen bij het opsporen van criminaliteit, dan is het heel goed om te controleren of er niet een bias al in zit van de vorige plekken waar de politie vaker patrouilleerde, bepaalde wijken, etcetera. Als je een AI gaat gebruiken om mee te helpen werknemers de sollicitaties uit te filteren, dan neem je ook, als je die traint op basis van de data die je al eerder verzameld hebt, dan zitten daar dus ook alle biases die je in het verleden had, die zitten daar ook in. Allemaal dingen om rekening mee te houden. Op niveau van de organisatie naar beneden toe, het kan de kwaliteit van beslissingen vergroten, maar dan vooral toch voor de domeinen waarop we heel veel data hebben. Ik moest eraan denken, er was laatst een bijeenkomst in het ziekenhuis, het UMC hier in Nijmegen, UMC Radboud. En daarin zaten mensen die gaan over het kankeronderzoek. En die kunnen deze tools heel erg goed gebruiken, omdat het gaat over foto's en het inschatten en het kunnen beoordelen van foto's. Dan heb je het over één specifieke ziekte die heel veel mensen treft. Er zijn heel veel data over. Als je het hebt over dingen waarin comorbiditeit een rol speelt, dus een heleboel verschillende ziektes, dan wordt het allemaal veel specifieker. En dan heb je minder aan die grote databases die in het verleden opgebouwd zijn. Dan moet je toch toe naar een individueel niveau. Het mooiste wat ik hoorde in dat opzicht was van een collega die werkt in een universiteit in Istanbul. Die werkt veel met AI. En die zei, de tools zijn heel erg goed in de diagnose. Dus ze zijn ontzettend goed in te voorspellen of ik op termijn misschien een nierfalen zou kunnen krijgen. Maar in prescriptie zijn ze nog niet zo goed, want de oplossing zou kunnen zijn, als jij een ander type auto gaat rijden, dan kun je die nierfalen voorkomen in de toekomst. En het is omdat dat heeft nou eenmaal de grootste correlatie. Dus om dat soort dingen in te schatten, heb je een soort van model van de wereld nodig, om te weten dat er geen lijntje is direct van autorijden naar type van orgaanfalen. Er zit van alles tussen en omheen. Ja, dat brengt me naar rechtsonder. Het werken met artificiële intelligentie hangt af van vertrouwen. Ik merk heel erg in mijn werk, maar zoals gezegd, het is één optiek. Als je een model maakt met de probleemeigenaren en ze kunnen inschatten wat erin zit, ze hebben kunnen meedenken over de ontwikkeling, dan helpt het heel erg bij de implementatie. En eigenlijk gaat het vandaag volgens mij ook over effectiviteit van besluitvorming. Heel veel mensen zijn volgens mij ingenieurs die hierin zitten, dus hier is een vergelijking. Effectiviteit is kwaliteit maal implementatie, zou ik denken. Dus kwaliteit kan heel hoog zijn. Als niemand het implementeert, hebben we nog steeds niks. Dus mijn optiek bij heel veel van deze dingen is, misschien hebben we heel veel data en het zou fantastisch zijn als we tools hebben die ons de patronen in die data kunnen laten zien. Hoe gebruiken we dan de kennis van de mensen die al heel lang in een bepaald probleem werken? Kunnen we ook een core model bouwen en dat gebruiken om de data te bekijken? En dat was het wat mij betreft eventjes. Dank je, Tim. We komen dadelijk bij je terug. We gaan eerst naar de presentaties en dan gaan we dit alles met elkaar kruisen. Henry Bosman van WDOD, aan jou de eerste presentatie, strategie van digitaal. Deel je scherm en ga je gang. Yes, ik zal even kijken of ik mijn scherm goed kan delen. Even naar te kijken, want ik zit in een webbrowser te werken. Dan doen we even scherm 2. Share. Als het al goed is. Hoop ik. Ik wil nu mijn presentatie gezien. Ja, komt er dan eerst. Daar komt hij. Ja. Mooi zo. Nou, helemaal goed. Digitale transformatie en datagestuurd waterbeheer. De digitale transformatie, er is net al behoorlijk wat over gezegd. Hè. Wat verstaan we eronder? Het interpretatiespectrum kwam net ook wel een beetje naar voren. Het is nogal breed. En als je daar wat op gaat zitten zoeken, de ene die gebruikt inderdaad wat we vroeger domweg gewoon automatisering noemden.
wat zaken onder digitale transformatie wordt benoemd. En anderen die gaan juist die uiterste associaties op dat het disruptief veranderen is van onze werkzaamheden zoals we die nu uitvoeren. Of misschien zelfs al de dingen die we bij opleveren. Ja, ik probeer het altijd maar wat dichter bij huis te houden. En dan gewoon naar ons waterschap te kijken. Bij ons waterschap zullen we altijd zeg maar, dezelfde instituten houden. Hetgeen waar wij voor staan en voor gaan. Ja, dat zal altijd veilig, schoon en voldoende water blijven. Hoe wij dat doen, daar zal wel het nodige in gaan veranderen. In toenemende mate zien we inderdaad klimaatvraagstukken, duurzaamheidsvraagstukken, circulariteit, noem het maar op. Dus de wereld waar wij ons in begeven zal wel complexer worden. En als ik dan naar de andere kant kijk, dus het is een rapport van 2019 van de Europese Unie. Die stelt zeg maar dat ongeveer 90% van al onze banen wel een bepaalde vorm van IT-vaardigheden vereist. Dat de afgelopen decennia kennelijk al 2 miljoen banen bij zijn gekomen door de digitalisering. En dat er nog 2 miljoen aan banen bijkomen alleen al in de IT de komende decennia. Maar ook wordt er gesteld dat tussen de 14% en 50% banen flink aan verandering onderhevig zou zullen zijn. Door de digitalisering. En mogelijk zelfs helemaal het verdwijnen. Hou ik het dan weer wat dichter bij ons eigen waterschap. Dan zie ik zeg maar dat binnen ons waterschap de komende 15 jaar gewoon 51% van ons personeel met pensioen zal gaan. Een andere manier hoe je er tegenaan zou kunnen kijken is dat er ongeveer 10.000 jaar aan ervaring ons waterschap zal gaan verlaten. Dus een toenemende opgave waar we voor alles voor staan. De digitalisering dat steeds meer van onze banen zal gaan invoeden. Dat heeft erin geresulteerd dat wij als waterschap in onze watervisie hebben opgenomen. Dat de digitale transformatie voor ons in ieder geval is. Het actief toepassen van nieuwe technieken. Om een deel van de pensionado's op te gaan vangen. En daarmee ruimte te creëren voor die toenemende opgaves die ook op ons waterschap af zullen komen. Ja, en wat zijn dan zeg maar een paar van die datagedreven voorbeelden in ons watersysteem? De digitale schouw is dan een mooi voorbeeld. De schouw tot en met 2018 voerden wij de schouw fysiek uit. Dat hield zoveel in. Met 60 personen een week lang met auto's naar buiten rondrijden. Om die onderhoudsstaat van onze watergangen te controleren. Nu doen we dat behulp met satellietbeelden en machine learning. De kwaliteit van de inspecties zijn daarmee omhoog gegaan. En in de eerste fase van de schouw is ongeveer 90% van onze tijd gereduceerd. Nu doen we het nog met 3 personen, 3 dagen op kantoor, die de uitkomsten van de machine learning modellen nog even een keer fysiek controleert. En op basis daarvan die aanschrijving doet. Dat was dus 60 personen een week lang. Een behoorlijke impact zou je kunnen noemen. Aan de andere kant hebben we ook zo'n filosofie dat we altijd veel meer bijvangst willen creëren in onze normale werkzaamheden. Dat heeft erin geresulteerd dat we met een van onze kranenbouwers actief in het gesprek zijn gegaan. Om de mogelijkheid te onderzoeken kunnen we die machines niet slimmer maken. We zetten er camera's op, infrarode camera's, misschien zelfs LiDAR gegevens. Maar het belangrijkste is misschien nog wel omdat we ook zeg maar, tijdens het uit te voeren van het maaien, dat die het profiel van de watergang kan meten. Dus dat we daarmee ook een zicht onder water krijgen. Dat hadden we tot op heden niet. In de huidige situatie is dat we 1 keer in de 10 jaar, net voor het baggerproces, dan peilen we onze watergangen in om te kijken waar de baggerspecie gewoon ontstaan is. En dat doen wij zeg maar 1 keer om de 100 meter of 50 meter, dat hangt er een klein beetje vanaf. Nemen wij zo'n profiel van vast een watergang. De nieuwe situatie, en we hebben een paar van deze kranen rondrijden, is dat we om de 5 meter, meten wij dan 2 keer per jaar het wasprofiel. Dat gaat natuurlijk ook weer de nodige verandering in de bedrijfsvervoering teweeg brengen. Wat het exact is, daar ga ik mijn vingers nog even niet aan branden, maar dat het effecten zal hebben, dan mogen de duidelijker zijn. En eentje die vandaag de dag niet wil ontnemen, hè, morgen of zaterdag is het, hebben we te maken met een stand bij Lobit van 14,4 meter NAP. Dat houdt zoveel in dat de waterschappen in dat stroomgebied weer een verhoogde aandacht hebben op het thema hoog water. En onze keringbeheerders zullen naar buiten gaan om te kijken waar wel vervorming optreedt. En eventueel bedreigingen met zich meebrengt. Het is behoorlijk intensief
usje. En het is ook best nog wel lastig om daar buiten te vinden. Een aantal jaren geleden hebben we dat al een keer gedaan met een drone en een thermodynamische camera eronder. Ja, alleen het beeld al en iedereen die weet al zeg maar, waar die welvorming gewoon optreedt. En daarmee kunnen we hun dus een veel beter instrument geven om hun werk wat makkelijker uit te voeren. Dat resulteert er dus ook in dat ze nu allemaal met een drone achter in de rugzak buiten kunnen rondlopen om dit soort beelden te verzamelen. En dan kijk ik ook een beetje in de wereld om me heen. Hè. Bij het innovatie website heb ik gekeken naar wat initiatieven van onze buurwaterschappen. Of de waterschappen in onze, verder in het land. Dan zie je er bijvoorbeeld de Delftland waterkwaliteitsgegevens met behulp van satellietgegevens. Schiedam krimpende water, droogte met behulp van satellietbeelden. Hama's, waternavel, boekenplant. En dan zie je dat zeg maar, wij als sector zijn die satellietbeelden aan het ontdekken, aan het ontginnen, waar we dat vroeger nog niet zo deden, was het wat verder bij ons weg. En nu komt het naar ons toe en zie je dat er prachtige mogelijkheden komen om beelden die voorheen alleen maar mogelijk waren door een fysieke inspectie buiten, dat je dat nu naar je toe kunt laten komen, terwijl je gewoon op kantoor zit. En aan de andere kant zien we ook bij de kraan ook mooie ontwikkelingen. Een ISP-protector van AMA's, infrarood, SD-detectie, ook dat sluit prachtig aan bij ideeën die wij hebben. Dus dat we meer bijvangst proberen te creëren. Dat je dit soort beelden ook gaat verzamelen met z'n allen. En daarmee bijvoorbeeld ook aan de biodiversiteit kunt bijdragen. Terwijl je, of makkelijker kunt bijdragen, terwijl je je normale werkzaamheden uitvoert. Dus dat zijn van die ontwikkelingen die wij zo gebeuren. En denken van, nou, als je dat gaat samenbrengen, dan ga je met z'n allen nieuwe databronnen opbouwen. En op die nieuwe databronnen kun je ook samen nieuwe functionaliteit zetten, waardoor je dingen kunt laten duiden. En een filosofie dat wij als waterschap vaak op hebben, is dat we niet per se alles geduid willen hebben wat het dan exact is, maar dat we eigenlijk willen uitsluiten wat goed is. Dus bij onze schouwen, we willen niet precies weten van, is die watergang nog voor 10% begroeid, 20%, 30%, 40%, 50%? Nee, als die 100% niet begroeid is, dan is die dus kennelijk onderhouden, hoef ik dat niet te weten. En al die andere plekken kunnen wij rustig onze inspecties uitvoeren om uiteindelijk nog steeds zeg maar, het menselijk oordeel daar de doorslag te laten geven. Nou, ik zat op het innovatieplatform dat verder te grasduinen, zag ik wel dat dingen staan als circulair baggeren. Ja, risicogestuurd baggeren, ik denk, ja, wat zouden die initiatieven samen kunnen betekenen als wij die data van onze slimme kraan er tegenaan zetten? Of misschien wel juist wel de ontwikkeling van onze slimme kraan kunnen beïnvloeden. Waterverdelen met data science. Het sluit al een beetje aan bij een visie dat wij met een paar mensen vanuit informatiemanagement binnen het waterschap hebben. Dus van als je dit soort initiatieven allemaal bij elkaar brengt, dit soort nieuwe databronnen die je met z'n allen aan het verzamelen bent, aan het ontwikkelen bent, daar die stukken functionaliteit met machine learning en artificial intelligence aan het opzetten bent. Wat gaat dat betekenen als je al die dingen gaat combineren? Wat betekent dat voor ons werk? Ik heb daar ook nog niet 100% het antwoord op. Maar dat het van invloed gaat zijn, dan mogen de duidelijkste zijn. Ja, verandering, dat is ook lef. Maar dat is ook vooral samen. Want we herkennen dit wel. Een aantal van dit soort initiatieven denken, oh, wat mooi, dat zou ik misschien ook wel willen. Hè? Maar als je dan recht naar kijkt van wie is er voor verandering, dat is iedereen. Iedereen wil veranderen. Maar wij als mens, we houden soms er ook wel van dat niet alles per se direct bij mij verandert. Dat we zeggen, ik gun de eer aan een ander om als eerste te veranderen. Dus hoe dan ook, het is samen. Het is samen die puzzelstukjes bij elkaar brengen en vooral elkaar gaan begrijpen voordat je begrepen wordt. Vanuit informatiemanagement is soms nog wel eens het gevaar om met een hele set van oplossingen te komen waar niet altijd per se om wordt gevraagd. En het is ook sowieso van belang, en dat werd net ook al gezegd, dat al dit soort prachtige initiatieven moeten vooral bijdragen aan een stukje voorselectie. Maar uiteindelijk het eindoordeel is altijd nog bij de collega met de domein kennis. En daarmee wil ik mijn presentatie beëindigen. Dank, Henry. Etienne, wil jij hierop reageren? Ja, zeker. Het laatste stuk sluit inderdaad heel mooi aan bij wat ik zelf ook dacht. Het is goed om het probleem eerst te begrijpen voordat je denkt in termen van oplossingen.
Volgens mij was je laatste zin dat de collega met domeinkennis, die moet er altijd ook nog even naar kijken. Dat lijkt mij ook een hele goeie. Ik vraag me af of er ook ervaring is met het betrekken van de andere stakeholders. Dus de mensen die bijvoorbeeld in de PL uiteindelijk dat water moeten gaan gebruiken. Met de besluitvormers. Want er wordt vaak ook in de literatuur gezegd, digitale transformatie is niet direct organisatietransformatie. En dat had je ook in je slide staan. Hè? Mensen die vinden verandering leuk, behalve als het over henzelf gaat. Dus in kaart brengen wat het onderliggende probleem is met de andere partijen samen. En dan wordt het ook duidelijker of de oplossingen die we verzinnen daar nou echt goed bij passen. Dat lijkt me iets wat in andere vakgebieden uitgeprobeerd is en hier misschien ook mooi zou passen. Niet dat ik nou direct zo zou kunnen zeggen hoe dat zou moeten. Hè? Ik heb een hele tijd samengewerkt met Alliander. Die hebben ook een promovendus mee begeleid en betaald zelfs. En daarin kwamen we na heel veel interviews erachter dat zij heel veel met participatie van stakeholders doen. En dan gaat zo'n advies wat eruit voortkomt, dat gaat helemaal boven tot aan de strategische laag. En daar zegt iemand, ja, maar is het hoofddoel van onze organisatie niet eigenlijk betrouwbare levering van energie? Ja, dan kunnen we helaas niet zo heel veel doen met deze creatieve bijdrage van de stakeholders. Dus het is niet makkelijk om zo'n proces op te zetten, maar het is wel, denk ik, om implementatie te bereiken, belangrijk. Dank. Henry, is dit iets wat omarmd wordt door jullie management? Of is dit een speeltje van een paar digitale tussenhaakjes techneuten? Dit isselt wel eens per thema, maar nee, over het algemeen. In onze watervisie is de digitale transformatie gewoon echt opgenomen. Het is een thema erin. Dus het bestuur heeft ook hier daadwerkelijk voor gekozen om hier gewoon ruimte aan te bieden. En inderdaad dus actief in te gaan zetten om een deel van die perpensionado's zeg maar digitaal op te gaan vangen. Dus het is dat aan het bestuur en toe is daar de keuze gewoon ingemaakt. Dus er is zeker de draagvlak voor. En het is wel van belang, dat zit ook in die laatste slide, zeg maar, is wel heel duidelijk het gesprek daar samen in op te zoeken. Want het is natuurlijk het gevaar dat soms IT wel eens langs komt zetten van ik weet toch wat jij nodig hebt, zonder dat je je met goed fatsoen hebt zitten voorstellen, zeg maar. Dus dat is echt wel een ding. En op sommige onderdelen, het voorbeeld van die schouw, dat was duidelijk ook het bestuur die vond het prachtig. Die wouden ook juist wel een beetje die pijn een beetje bij ons opzoeken. Hè? We zijn een fusiewaterschap. Ze zeiden van zonder dat we extra capaciteiten beschikbaar stellen, willen we hebben dat de schouw toch wordt uitgevoerd. Nou kwamen wij met deze digitale oplossing, waardoor het gewoon ruimschoots binnen de huidige capaciteit kon worden opgepakt. Met veel minder zelfs. Ja, dat is natuurlijk een prachtig verhaal. Dus dat is ook echt wel, dat soort dingen slaat zekers aan. Oké. Okay. Dank. We hebben ook eens een dikke SPPR gemaakt, hoor. Ook die design er. Blijft zoeken, en dat is goed. Beste mensen, we gaan door naar de volgende presentatie van Jan van Rijn van de Universiteit van Leiden. En die neemt ons mee naar wateroverlast en big data. Maar big data mocht ik juist niet gebruiken van jou, Jan. Dankjewel, Bert. Inderdaad, big data is een van de buzzwoorden die we in de wetenschap vaak proberen te vermijden. Maar ja, goed, ik denk dat het praatje waar ik het vandaag over ga hebben wel goed in de categorie grote data, want het past niet meer in een Excel-pagina zou passen. Even kijken, ik zal even proberen mijn slide te delen, mijn scherm te delen. Kunnen jullie dit nu zien? Ja. Oh. Zien jullie ook de slides? Of is daar die is nu zeker weg? Staat er een Mentimeter voor? Die moet even weg. Ik had net een PowerPoint daar staan in dat scherm. Ja, hier is die weer. Oké, dus ja, Bert, dank voor deze uitnodiging. Vandaag ga ik het hebben over kan data science bijdragen aan slimmer stedelijk waterbeheer. En ik zie dat ik slordig ben geweest met deze titelpagina. Want hier hadden natuurlijk ook de namen van mijn, mede
mede-projectgenoten moeten staan. Aan de ene kant Christian Lamers, voorheen Universiteit Leiden, heeft hieraan meegewerkt. Die heeft voornamelijk de onderzoeken uitgevoerd. Aan de andere kant ook Ton Benen van STOA en RioNet heeft hier een leidinggevende en adviserende rol gespeeld. En zelf heb ik ook geen achtergrond in de waterschappen, maar wel een hele ruime achtergrond in data science en machine learning. Ik werk zelf aan de Universiteit Leiden, ik ben daar ook gepromoveerd. Vervolgens via een aantal buitenlandse andere universiteiten weer terug als assistant professor bij Leiden terecht gekomen. En vandaag hebben we dus een onderzoek gedaan in opdracht van STOA en RioNet naar kunnen we data science technieken inzetten om te voorspellen welke gebieden regenwateroverlast opleveren, verhoogd risico hebben op regenwateroverlast. En dat is een case study die ik graag wil presenteren hier. Een aangepaste versie van deze presentatie is vorige week ook op de RioNet dag geweest. Dus degenen die daar aanwezig waren zullen een aantal slides wellicht herkennen. En voor alle anderen hoop ik dat dit nieuw materiaal is. Nou, data science, we hebben net al een aantal voorbeelden gezien. Hele mooie voorbeelden in de vorige presentatie. Het canonicale voorbeeld van data science is het voorbeeld van Walmart, die op een gegeven moment klantenkaart is gaan uitdelen en gaan kijken van welke producten worden er vaak samen gekocht. En toen zijn ze erachter gekomen dat op vrijdagavond en op zondagmiddag heel vaak bier en luiers samen werden verkocht. Nou, dat is natuurlijk een beetje een rare observatie, bier en luiers. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Maar toen zijn ze dus gaan nadenken van, wat kan hierachter hebben gezeten? En een van hun hypotheses was, jonge gezinnetjes, de vrouw die stuurt de man op pad om luiers voor de baby te kopen. En de man die denkt, laat ik direct ook lekker een sixpackje bier meenemen. En wat heeft Walmart daarmee gedaan? Die hebben aan de ene kant van de winkel het bier gezet, aan de andere kant van de winkel de luiers, zodat iedereen om bij beide producten te komen de hele winkel door moest lopen. En toen hebben ze gemerkt dat op die tijdstippen waarop ze dat gedrag hadden ontdekt, dus op vrijdagavond, zondagmiddag, de omzet met 250% was gestegen. Dus dat is wel een mooie use case voor data science. Data science is onderdeel van kunstmatige intelligentie. En voordat we hier aan gaan beginnen, wil ik even het centrale, een van de centrale uitgangspunten die wij op de Universiteit Leiden in onze vakgroep hanteren, benadrukken. Mensen zouden altijd centraal moeten staan in kunstmatige intelligentie. Dus we hebben de afgelopen tijd ook heel veel negatieve berichten gehoord over het algoritme dat bepaalt wie er een fraudeur is en wie niet. Nou, dat zijn allemaal hele schrijnende gevallen. En uiteindelijk is dat vaak een algoritme. Een machine learning algoritme is bedoeld om grote trends ergens uit te halen. Dus het zal altijd een trend ergens uithalen, maar nooit de uitzondering en zeker niet de uitzondering op de uitzondering eruit halen. Dus in dat opzicht zal een mens altijd centraal moeten staan. En een algoritme zal absoluut kunnen worden gebruikt en moet ook absoluut worden gebruikt om mensen te ondersteunen. Maar een algoritme zelf beslissingen laten nemen zonder dat daar een menselijke interventie bij plaatsvindt. Dat kan zo nu en dan minder optimale resultaten leveren. Dus dit soort technieken moeten altijd met voldoende gezond verstand worden gebruikt. Wat is data science nou precies? Welke skills komen daar samen? Aan de ene kant heb je programmeerkennis, wiskunde en statistiek en domeinexpertise. Ik neem aan dat dit kennisfestival vele domeinexperts momenteel, veel mensen met kennis van de waterschappen bij zich heeft in het publiek. Als je domeinexpertise en gewoon programmeerkennis samenvoegt, dan zit je een beetje in een gevaarlijk gebied. Er zal altijd een vorm van wiskunde en statistiek bij moeten komen. Wiskunde en statistiek en domeinexpertise samen, vult 90% van onze universiteiten ook. Dat zijn mensen die hebben een vorm van domeinkennis. Die passen daar beproefde technieken op toe. En dat is heel veel van het onderzoek dat daar wordt gedaan. En aan de andere kant, als je programmeerkennis zonder domeinkennis met wiskunde en statistiek combineert, dan krijg je mijn vakgebied, waar ik dus vandaag over ga praten, machine learning. En al die drie componenten samen, dat is data science. En daarom was dit project ook zo'n mooie samenwerking. Want aan de ene kant hadden we de programmeerkennis, de wiskundige en statistische modellen die erachter hingen.
En de domeinkennis vanuit de kant van Stoa en Rionet. Nou goed, we hebben het net al gezien, ook het waterschap is omringd door data, maar ook in dagelijkse society en in onze omgeving zijn we omringd door data. Dus we hebben gezichtsherkenning op social media, smartphones, spraakherkenning. We kunnen hele teksten vertalen met Google Translate. Netflix kan ons vertellen wat voor serie of wat voor film we hierna willen kijken. En degene die zondag met Lubach hebben gevolgd het afgelopen seizoen, die zullen daar ook een aantal hele interessante data science items zijn tegengekomen. Namelijk de fabeltjes Fuik en deepfakes. Dus we zitten in de samenleving, zijn we omringd door data. En daar kunnen we natuurlijk goede dingen mee en daar kunnen we ook valkuilen mee instappen. En de kaasstudie, dat is... daar gingen we uit van doen. Welke gebouwde gebieden lopen een groot risico op regenwateroverlast? Nou, en dan is de vraag van, kunnen we data science technieken gebruiken om die gebieden te identificeren? Nou, hier zien we dan een voorbeeldje van waar we naar op zoek zijn. We zien hier regenwater, dat staat op straat. Nou, hier is het... Een heel mooi voorbeeld, want de mensen die daar doorheen rijden hebben een hoop plezier. Maar in zijn algemeenheid, wanneer dit recht voor je deur gebeurt, zal je er misschien wat minder plezier van beleven. Sterker nog, als het over de drempel heen komt, dan levert dat allerlei vormen van schade op. En het zou natuurlijk heel fijn zijn als we dat op de ene of de andere manier kunnen identificeren en hopelijk ook kunnen voorkomen. Nou goed, dus een aantal redenen waarom we aan dit project zijn begonnen. Allereerst, zware buien zijn vrij zeldzaam. En misschien dat er zo nu en dan een zware bui over een bepaalde stad, Enschede noem ik maar, heen zou zijn getrokken. Waar we kennis van hebben genomen en waar we ook patronen uit hebben geleerd. Maar dat willen we eigenlijk ook kunnen toepassen. Die kennis van die zeldzame buien willen we ook toepassen op gebieden waar we niet zoveel data hebben van zware buien. Dus zware buien zijn zeldzaam en we willen die optimaal gebruiken om van te leren. Ja, het in kaart brengen van risicogebieden, zoals al gezegd, en het proactief managen van dit soort risico's. En dit zou ook een vorm van risicogradatie natuurlijk met zich mee kunnen brengen. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat een verzekeraar erg geïnteresseerd is om te weten welke gebieden er een verhoogd risico hebben of juist een verlaagd risico. Dan kan die daar de premies ook weer op aanpassen, et cetera, et cetera. Dit zijn de redenen waarom we aan dit project zijn begonnen. En als we dan even gaan nadenken van wat zijn nou precies de factoren die, meewegen in verhoogd risico op regenwateroverlast. Nou, ik ben zelf geen domeinexpert, maar een klein beetje gezond verstand brengt je natuurlijk al snel op een aantal dingen die erg logisch klinken. Aan de ene kant regenval. Als ergens heel veel regen valt, dan heb je natuurlijk een groter risico op regenwateroverlast dan wanneer het niet zo hard regent. Al is dit natuurlijk een beetje een vervelend voorbeeld, want daar kan je niet zo heel veel aan doen. Het regent of het regent niet en ja, goed, dat gebeurt gewoon. Aan de andere kant toestroom, dus natuurlijk iets dat bovenaan een berg ligt, dat zal minder risico lopen dan iets dat onderaan de berg ligt. Maar ook andere factoren zoals rioolcapaciteit, bevolkingsdichtheid, bebouwing en zelfs ook constructie-eigenschappen zoals van, nou ja, als ik een vrij hoge drempel heb op mijn huis, heb ik waarschijnlijk een lagere kans op schade dan een lage drempel. Nou goed, daar zijn een aantal op PEDOC zijn daar een aantal interessante databronnen voor te vinden. Dus we hebben de KNMI radardata hebben we online tot onze beschikking. We hebben de algemene hoogtekaart Nederland kunnen we hiervoor gebruiken. We hebben de basisregistratie gebouwen en terreinen hebben we overigens niet gebruikt. Maar dat zijn allemaal databronnen die we kunnen gebruiken voor het in kaart brengen van bepaalde factoren van wanneer heb je nou een bepaald risico. Nu is in heel veel data science dit soort data projecten, dit soort data heel ruimschoots aanwezig. Het is in heel veel gevallen vrij makkelijk om aan data te komen die een bepaalde factor op iets heeft. Maar aan de andere kant, het gevolg, zeg maar, de regenwateroverlast, dat is natuurlijk weer data
die is wat moeilijker om aan te komen. Want we moeten nu precies in kaart hebben van op welk moment was er op een bepaald gebied regenwateroverlast. En dat zou bijvoorbeeld, je zou kunnen denken aan hoe kom je erachter. Nou, bijvoorbeeld als we zouden weten wanneer zijn er verzekeringsclaims ingediend over regenwaterschade. Nou, dan zijn we er toch, want dan hebben we in principe al die data tot onze beschikking. Ja, dat is natuurlijk iets ingewikkelder om aan dat soort data te komen. Dat willen we uiteindelijk wel, maar voor nu hebben we dus een kleine selectie aan nieuwsberichten. Die we precies op de locatie van waar was er regenwateroverlast hebben kunnen pinpointen. En nog een veel grotere bron waren social media's. Dus bijvoorbeeld Twitterberichten. Je kan je voorstellen dat op het moment dat het ergens hard regent, dat er vast wel iemand in de straat is die daarvan een foto op Twitter plaatst. En het leuke daarvan is van, nou, je weet precies wanneer is het gebeurd, op welke locatie is het gebeurd. En dat geeft je heel veel informatie over dat verschijnsel. Dus even in het kort, drie databronnen: de KNMI, radardata, Algemene Hoogtekaart Nederland. En in dit geval de gevolgen van regenwateroverlasten. In dit geval gaat het dus om Twitterberichten. Kom ik zo trouwens nog wel even op terug voor degene die denken Twitterberichten. Kun je daar ook voorspellingen op maken. Komt hierna terug. Nou, we gaan even al die drie databronnen in detail bekijken. Dus ik denk dat iedereen hier die hier in deze, op dit kennisfestival aanwezig is, wel bekend is met de regenradar in de beeld. Misschien dat sommigen van jullie ook bekend zijn met de data die daaruit komt. Maar in principe, voor degenen die dat nog nooit gezien hebben, zo ziet ongeveer een klein beetje data van een zeker moment van die regenradar eruit. Het is in principe precies een plaatje van Nederland. Als je heel diep zou inzoomen, zou je allemaal pixels zien die een grootte van een kilometer bij een kilometer zouden representeren. En de kleur van die pixel die vertelt ons hoeveel regen is er op dat moment in dat, hoeveel neerslag is er op dat moment in dat kilometervak geweest. Dus in principe is dit hele fijne data. We hebben een hele hoge kwantiteit en we gebruiken het KNMI radarvak coördinatenstelsel. Nou, dan de Algemene Hoogtekaart Nederland. Wellicht dat ook velen van jullie hier wel eens mee hebben gewerkt. Maar dat is echt een hele leuke vorm van data. Want als je daar hier ziet een klein stukje data uit die hoogtekaart. En je kan daar precies zien, waar loopt een weg, waar loopt een weiland. Wat zijn bepaalde eigenschappen van de bebouwing of van wat er op de grond ligt. Dus dit is een vorm van data. Ik vind het heel visueel. Het spreekt heel erg tot de verbeelding, zeg maar. En het leuke is ook, we hebben dit op een hele hoge resolutie, tot op 5x5 meter. Ik weet persoonlijk, of tenminste, ik weet, we zijn zelfs begonnen met de Algemene Hoogtekaart Nederland 3, maar die was op het moment dat we dit project uitvoerden nog niet volledig dekkend over Nederland. Dus we deden het met de Algemene Hoogtekaart 2 op dat moment. En 5x5 meter, dat is een hele fijne resolutie om mee te werken. Om maar niet te zeggen dat een hogere resolutie ook weer grotere data oplevert. En dus weer allerlei extra ingewikkeldheden met zich meebrengt. Coördinatenstelsel is longitude, latitude, lengtegraad, breedtegraad. En dan hadden we uiteindelijk, ik had het al aangekondigd, Twitterberichten. Waarin mensen twitteren over regenwateroverlast. Nou, het leuke van Twitterberichten is dus dat er GPS-precisie. Je weet precies waar zo'n tweet is, zo'n Twitterbericht is geplaatst, op welk moment. De kwantiteit is redelijk. We hadden uiteindelijk ongeveer 2000 Twitterberichten die we konden relateren aan regenwateroverlast. Coördinatenstelsels, wederom lengtegraad, breedtegraad. Maar natuurlijk een heel groot nadeel is, we zijn op zoek naar, we zijn op zoek naar data over regenwateroverlast. Maar hoe weten we nou dat als iemand een bepaald Twitterbericht de wereld in heeft gestuurd, of dat wel echt regenwateroverlast is, zonder over al die Twitterberichten zelf die met de hand allemaal te gaan nalezen en controleren. Dat is best een ingewikkeld probleem. En omdat nog iets te verduidelijken.
dat stel je voor dat, dat het echt heel hard regent. Nou, dan hebben mensen misschien wel wat anders aan hun hoofd dan het op Twitter te gooien. Nou goed, om dat probleem aan te pakken heeft Christian, de persoon die dit onderzoek heeft uitgevoerd, dus een curatieslag uitgevoerd. Nou, en aan de linkerkant hier zien we alle Twitterberichten die we over regenwateroverlast hebben binnengehaald in een bepaald jaar, 2017. En aan de rechterkant, Christian heeft gekeken van wanneer werd een Twitterbericht nou precies de wereld ingeslingerd, regent het op dat moment, had het de dag ervoor geregend. Is dit toevallig wel een menselijk account of is dit misschien een weerstation dat via Twitter informatie verspreidt? Aan de rechterkant zien we dus wat er overblijft. En ja goed, dan zie je dat heel veel van die witte stipjes, van die paarse stipjes weg zijn. Dus ja goed, uiteindelijk blijft er niet zo heel veel data over. En zelfs van die data, die moeten we nog een beetje met voorzichtigheid gebruiken. Want het blijft een Twitterbericht en het blijft geen ja, hoe zeg je dat, blijft de hele wereld kan dingen op Twitter gooien. Dus het is niet heel objectief. Nou goed, nu hebben we dus daar al die data hebben we op één hoop gegooid of in één model gestopt. En dat model kan je dan in principe de volgende vraag stellen. Gegeven dit stukje hoogtekaart en gegeven deze hoeveelheid regen, gaan we hier regenwateroverlast krijgen? En dan moet je natuurlijk wel daar een klein beetje de nuance bij maken van regenwateroverlast in de vorm van een tweet. Dus gaat dit zoveel overlast opleveren dat er van getweet gaat worden? Dat is wat het model gaat voorspellen. En dat is natuurlijk heel leuk. We kunnen natuurlijk daar prachtige modellen van maken. Maar zo'n model is alleen goed wanneer we ook kunnen aantonen dat voorspellingen maakt voor situaties die we nog niet hebben gezien. Dus wat we dan heel vaak doen is, we hebben een grote dataset. In dit geval dus 2000 observaties. Nou, daar zetten we een klein deel van apart. Dat mogen we nooit hebben gezien voordat we aan de slag gaan met het model. En dan gaan we de rest van de data gebruiken om het model op te fine-tunen. En dat passen we dan toe op die kleine hoeveelheid data. En dan kunnen we kijken van hoe goed is dit model. Nou, dan zijn er een aantal precisiematen die we daaraan kunnen hangen. Ik toon ze hier eventjes heel snel. Aan de ene kant is natuurlijk de vraag van hoe vaak hebben we correct voorspeld? Jawel, regenwateroverlast. Nee, geen regenwateroverlast. Nou, dat was 58%. Nou, dat is in dit geval een hele goede eerste stap. Want als je op je gevoel zou gokken, zeg maar, zit je op 50% en nu zit je daar ruim boven. Overigens ook statistisch significant boven. Dus het is niet gebaseerd op toeval. Dit is echt herhaaldelijk op dit aantal uitgekomen. Nou, dan zijn er nog twee andere vragen die je kan vragen. Dat kan je stellen aan het model van, stel je voor dat het regenwater, dat het model zegt van nou, hier is regenwateroverlast. En hoeveel procent van de gevallen is er dan ook inderdaad regenwateroverlast? Dus stel je voor, het zegt van hier moet je eventjes heen gaan, hier moet je eventjes misschien de drempels verhogen. In hoeveel van de gevallen was het ook inderdaad het geval? Nou, dat was 62% van de gevallen. Terwijl dan de laatste vraag die je kan stellen van welk percentage van de probleemgevallen wist het model uiteindelijk op te pakken? Nou, dat was 26% van de gevallen. Dus daar was nog een grote, daar is nog een grote klus, zeg maar, om. Het is een vrij conservatief model op het moment. Het zegt vrij vaak, er is niks aan de hand. Terwijl dat is misschien goed, want dan gebruik je niet je resources om mensen prematuur op pad te sturen. Maar er is nog een hoop te winnen op dat terrein. Nou, dat brengt mij ongeveer bij het einde. Ik zie ook aan de tijd dat ik rustigjes aan moet afronden. Data science heeft zeker potentie in dit geval. Dit was ook een eerste stap. We hebben hier Twitterberichten gebruikt. En we zijn ons absoluut op de hoogte dat Twitterberichten hier niet de data voor is. Waar je uiteindelijk zo'n systeem op wil. Zulke operationele beslissingen van waar gaan we de drempels verhogen. Of waar gaan we de rioolcapaciteit misschien groter maken. Dat ga je niet aan de hand van Twitterberichten doen. Maar dit is zeker een mooi resultaat om ook aan misschien verzekeraars of aan gemeenten te laten zien. En te zeggen van nou, kijk eens, dit konden we al bereiken met Twitterdata. Van is er misschien een mogelijkheid om over betere data te praten? Nou, en dat zijn ook verbeteringen die we nu aan het doorvoeren zijn. We hebben contact met een zekere verzekeraar.
waar we hopelijk al dan niet data van kunnen krijgen. We kunnen vervolgens ook nog naar hogere resolutiedata kijken. Dat is altijd praktisch ingewikkeld, maar goed, een gratis verbetering voor het model min of meer. We kunnen kijken naar resolutie in tijd, kijken van wat zijn dan bepaalde kenmerken van een bui. Als er binnen een uur natuurlijk heel veel regen op een bepaald intensief is gevallen, dan heeft het misschien een andere kenmerk dan wanneer de regen over een dag lang geaccumuleerd is. En wellicht dat we ook naar meer preciezere neerslagdata of andere extra databronnen kunnen kijken. Nou, dat brengt mij heel kort naar een aantal mogelijkheden voor data science in het waterbeheer. Maar die zijn net al heel mooi door mijn voorganger genoemd. Hetgeen waar ik mee wil afsluiten is data verzamelen. Dat kost in heel veel gevallen veel tijd, moeite en ook overleg en al dat soort dingen. Maar de verzamelde data is van ongelooflijk grote waarde. En zeker wanneer die correct wordt toegepast, kun je daar hele mooie dingen mee doen. En daar wou ik het voor vandaag bij houden. Dank Jan. Het is grappig, instructief om iemand die helemaal niks met water heeft hier mee aan de slag te zien gaan en er hele mooie dingen uit te zien halen. Ik heb in de gesprekken met Tom Benen ook af en toe verbaasd. Ja, maar dat kunnen ze daar helemaal niet. Jawel, dat kunnen ze daar best. Kijk maar. Ik vind het heel verrassend hoe iemand juist in het digitale domein hier op een andere manier naar kan kijken en mee om kan gaan. We komen dadelijk bij je terug. Ja, ga je gang, sorry. De sleutelwoord is natuurlijk van dit kan nooit zonder een domeinexpert. Dus het feit dat Ton hierbij betrokken was, dat was natuurlijk de sleutel tot... Dat is ook een beetje een van de vragen die in de chat terugkomen. En eigenlijk stel je heel veel mensen al gerust. Jij benadrukt heel erg van die domeinexpert, die is nodig. Er gaat geen machine beslissen of jouw drempel wel of niet opgehoogd moet worden, of je wel of geen verzekeringsclaim kan indienen of wat dan ook. Die domeinkennis, die menselijke factor, die ervaring kunnen we in ieder geval voorlopig helemaal niet aan de zijkant zetten. Nee, maar die kan natuurlijk wel ondersteund worden door. Dus dat is een beetje de boodschap van de mens ondersteund door data science. Ja. Maar niet vervangen door data science. Nee, helder. Dank. We komen dadelijk bij jullie terug. Eerst naar de laatste spreker, Jonas Heffels van het Waterschapshuis. Neem ons mee, Jonas. Dan moet Jan even zijn. Nou, die neem ik gewoon over. Komt goed. Oh, oké. Kijk, als het goed is, zien jullie nu mijn presentatie. Klopt dat? Ja. Helemaal goed. Ik wil jullie even meenemen in een aantal zaken en vooral op het programma DEEP. Want wat Jan inderdaad heel mooi zegt, domeinkennis heb je nodig. Niet alleen domeinkennis heb je nodig, ook kennis van nieuwe vraagstukken heb je nodig. Of hoe stel je vragen die vanuit digitale transformatie volgens mij invloed hebben op hoe wij als waterschappen, maar ook als andere overheden en eigenlijk grote bedrijven en zelfs als mens handelen, kunnen wij vragen stellen die ook in de toekomst helpend zijn. Nou, om dat te doen hebben we volgens mij een aantal onderdelen en eigenlijk wil ik jullie vragen met mij in de diepe te springen vandaag, want dat ondiepe doet zozeer. Vanuit het Waterschapshuis zijn wij bezig met digitale transformatie en dan wel om waterschappen te ondersteunen op verschillende manieren. En een klein stapje om terug te pakken naar de eerste slide van Bert, die een aantal definities neer had gezet, waar digitale transformatie ook tussen stond eigenlijk als de technische ontwikkeling die ons naar de toekomst gaat helpen om eigenlijk maatschappelijke meerwaarde te blijven leveren. Daar weten we best wel wat van, maar eigenlijk is het nog beperkt. We weten ook dat er ontwikkelingen zo hard doorgaan dat er ook nog een hele wereld te weten valt. En nog sterker, het effect van een ijsberg is tegenwoordig vaak dat die smelt. Maar ik durf te zeggen dat deze ijsberg alleen maar blijft groeien, want die ontwikkelingen die blijven doorgaan. Nou, wat wij als Waterschapshuis daarin doen, is onze focus verdelen over drie onderdelen op het gebied van digitale transformatie. We zijn bezig met leren, dus welke ontwikkelingen moeten we met z'n allen doormaken om die digitale transformatie in te kunnen blijven zetten voor onze maatschappelijke doelen.
We proberen te verbinden. Nou ja, Henry die was net al heel mooi bezig door een aantal onderdelen van Winnovatie, dat platform, om die met elkaar te verbinden. Want als we dan nieuwe innovaties met elkaar verbinden, krijgen we misschien oplossingen die nog veel meer hout snijden dan de oplossing in zijn eentje. En uiteindelijk ook om te innoveren. Dus samen stappen te maken om die toekomst beter aan te kunnen. Drie hele kleine voorbeeldjes. Bij Verbinden zijn we bijvoorbeeld bezig met het opnemen van podcasts, innovatiesessies, dus creatieve sessies. Eigenlijk een soort van zonder agenda samen inspireren over wat doet die digitale ontwikkeling nou nu al en ook naar de toekomst toe. Innoveren, dat gaat veel meer over samen echt bouwen aan nieuwe ideeën. Een hackathon of een innovatielab zoals we die noemen. Ik kom toevallig net van een sessie waar we met gemeentes en provincies samen het gesprek aan het voeren zijn, ook over digital twins. Nou, heel mooi, zijn we al 3 dagen mee aan het stoeien. En wat is dan een digital twin? En leren, waar wij aan één kant een leerlijn neerzetten over digitale transformatie, die zowel over de technische kant gaat als over de transformatieve kant. Dus denk dan aan ethiek, maar ook aan 21e eeuwse vaardigheden, digitaal leiderschap, hoe positioneer je nou als organisatie of ook als mens in die organisatie tijdens die ontwikkeling. Maar ik wil 1 project daaruit lichten. En dat is de rest van mijn verhaal ook. En dat is het project DEEP. Kom ik zo meteen op. Want een tijdje geleden hadden we met een aantal waterschappen het gesprek. We werken veelal aan dezelfde thema's en digitale transformatie is er daar één van. Wat kunnen we daar nou mee? Nou, wat we daar volgens mij in ieder geval mee kunnen, is op het moment dat je een zwik mensen bij elkaar zet in 2019, ontstaat er een project wat we noemden Shit, ik wil een datalab. Dat was een sessie waar we met een 7-tal waterschappen het gesprek voerden om te ontdekken, ik wil ook een datalab, ik wil ook een datalab. Nou, dat popte op. En om dat gesprek te begeleiden hebben we toen gezegd, laten we een keer bij elkaar komen en samen verkennen wat nou een datalab is. En eigenlijk kwamen we helemaal niet op een datalab uit. Natuurlijk was iedereen daarmee bezig, maar het ging er eigenlijk om, we hebben eenzelfde uitdaging en die uitdagingen die zijn allemaal onderdeel van die digitale transformatie. Als we kijken naar data science, data engineering, dan zien wij een nieuw vakgebied ontstaan. Een aantal waterschappen hadden al een data scientist of een data engineer in dienst. Maar we zien dat vakgebied ontstaan en we zien ook de markt, dus de grote bedrijven buiten ons, maar ook de universiteiten waar Jan bijvoorbeeld ook vandaan werkt. Daar is die ontwikkeling al heel erg groot. Maar om die ontwikkeling goed te kunnen inzetten, is het ook belangrijk dat je in huis domeinkennis hebt in dit geval over data science en data engineering. Dus we hebben toen gevraagd, hoe gaan we daar als waterschappen en als sector mee om? Wie en wat hebben we daarvoor nodig? En hoe krijgen we nou ook die talenten niet alleen in de markt, maar ook in huis, zodat we ook zelf die goede vraag kunnen stellen? En zo zijn we met een 8-tal waterschappen, de STOA, Unie en wij als waterschapshuis als faciliterende partij aan de gang gegaan en zijn we gekomen tot het programma DEEP. En DEEP staat voor Data Science and Engineering Expert Programma. En met die 8 waterschappen zijn wij mensen gaan werven. En die mensen hebben niet alleen geworven om een traineeprogramma te doen, want we hadden ook mensen uit de waterschappen zelf. Dus we hadden experts in de waterschappen die al bezig waren met data science en engineering en experts uit divers van school of mensen die net een opleiding data science hadden gedaan, die samen met ons dit traject in zijn gestapt. Waar we eigenlijk dus werving en selectie voor hebben gedaan. Toen hebben die mensen een basisopleiding gedaan van 4 weken. En toen zijn ze aan de gang gegaan met opdracht ronde 1. En dat is 5 maanden lang aan data science gerelateerde opdrachten werken. En het bedrijf Royal Haskoning, wat ons hierin helpt, die heeft die individuele waterschappen en zelfs samenwerkingen tussen die waterschappen geholpen om een goede vraagstelling vanuit eerst een longlist naar een shortlist, naar uiteindelijk de vragen te gaan, hebben die een aantal opdrachten samen met die waterschappen geformuleerd en zijn we dus nu bezig zuiveringen te onderzoeken, maar ook stedelijk gebied en droogte. Nou, zo zijn er een aantal use cases die op dit moment uitgewerkt worden en opdracht ronde 1 is bijna voorbij. Dan gaan we nog naar opdracht ronde 2 en daarna
gaan die mensen die al in dienst zijn bij die verschillende waterschappen, bij die 8, gaan daar aan de gang. En gaan wij waarschijnlijk in september weer een nieuwe lichting starten. Dus zullen er nieuwe waterschappen zijn die zich aanmelden van wij willen eigenlijk ook heel graag meedoen in dit traject om zo dat nieuwe vakgebied van data science te leren kennen. Nou, daarnaast hebben we ook, en dat is een hele belangrijke als je het hebt over niet alleen het gebruik, maar ook het kennis delen en het verbinden daarin en het samen leren, ook 3 communities of practice opgezet. Dus een community of practice waar de business, zoals we die noemen, dus niet alleen de domeinexperts, maar ook de vragende kant binnen het waterschap aan tafel zit. De development groep, nou dat zijn veel meer de data science en de data engineers bij elkaar die samen dat gesprek voeren. En uiteindelijk ook de implementatie. Dus hoe brengen we dit op de lange termijn in uitvoering binnen een waterschap waar zo'n opdracht is uitgevoerd, maar ook binnen het grotere goed van de waterschappen waar al die opdrachten mogelijk effect kunnen hebben. Dus we hebben ze ook, en Henry liet het net al zien, ook op Winnovatie gezet om op die manier alvast te laten zien wat er gebeurt binnen dit programma. En wat heel belangrijk is dat eigenlijk de uitvoeringsteams bestaan altijd uit een team van mensen van Diep, die hun eigen Scrum groepje hebben, maar ook een team uit de waterschappen, dus die domeinexpert, die business owner, die eindgebruiker, om op die manier de antwoorden die op zo'n vraag ontwikkeld worden aan te laten sluiten op het probleem waar het waterschap mee bezig is. Dus zo hebben we een volledig opdrachtteam iedere keer gedekt om te zorgen dat die veilige ontwikkelruimte ook voor die kandidaten, maar ook voor de vraagstelling zelf, want innovatie is ook niet altijd even makkelijk om binnen je organisatie neer te zetten, om die op elkaar aan te sluiten. Nou, nog een laatste of ene laatste sheet eigenlijk is dat we ook een heleboel lessen van dit traject leren. Eén is daarvan dat data delen helpt ons. Die data scientists en engineers in dat project die zeggen ook de hele tijd, joh, ik merk dat we binnen een waterschap heel veel data hebben, maar wil ik echt antwoorden genereren of echt bepaalde code schrijven, dan heb ik informatie van daarbuiten nodig. En heb ik gezamenlijke informatie nodig, omdat we dan door de veelheid, zonder big data te noemen Jan, maar door de veelheid van informatie kan je in ieder geval bepaalde algoritmes ontwikkelen die ons gewoon in de vraagstelling helpen. Als we eenduidigheid helpen, en dat is natuurlijk een beetje vloeken in de kerk, dan helpt dat ons om de goede keuzes uiteindelijk te maken, zowel als mens, maar ook het systeem ons beter te laten ondersteunen. Is een hele grote uitdaging, wordt heel hard aan gewerkt, maar die discussie die blijft spelen en die wordt vanuit dit programma weer extra gevoed. En welke systemen gebruiken we nu, maar ook welke systemen gaan we straks gebruiken? En gaan we dan systeemafhankelijk creëren of gaan we juist dataafhankelijk creëren? Nou, dat zijn wel interessante discussies die volgens mij goed gevoerd moeten worden om een project als dit verder te helpen. Maar ook in de toekomst zo'n nieuw vak als data science, wat eigenlijk binnen ieder waterschap wel bij elkaar ergens terechtkomt, om dat goed te laten landen. We hadden vorige week een sessie met deze club en die vond ik wel heel erg mooi. Daar zei een van de deelnemers, als waterschappen hebben we 3 kerntaken rond waterveiligheid, schoon water en voldoende water. Maar je ziet dat data gedreven werken en data eigenlijk als resource of als asset binnen de waterschappen een soort vierde, niet kerntaak, maar wel een activiteit aan het worden is die zo'n grote mate aan gaat nemen, dat dit de kans is om dat stuk wel gezamenlijk ook mee te ontwikkelen. Dus niet alleen ieder waterschap individueel ontwikkelen wat is voor mij data gedreven werken, maar juist ook een kans omdat dat stuk niet zo heel erg regio gebonden is, om dat stuk een stap hoger op te tillen en te kijken of je die discussie landelijk kan voeren. En uiteindelijk, maar dat hoef ik jullie niet te vertellen, is think big, act small. Hè? Dus kleine projecten opstarten om daar eerst van te leren en dan stapje voor stapje die toekomst naar ons toe te laten komen. En op die manier zeg ik spring in het diepe. Het ondiepe doet namelijk zeer. En volgens mij is samen leren is uiteindelijk samen ontwikkelen. En als je het dan hebt over digitale transformatie, is dat dus uiteindelijk ook samen transformeren. Dank, Jonas. Alsjeblieft. Etienne en Jonas, Henry en Jan, zet je camera en je microfoon aan. Etienne, wil jij een reactie geven op de sprekers? Ja,
Ik had al iets in de chat gezet als een reactie op Jan. Maar misschien in de tussentijd, terwijl Jan erover nadenkt. Als reactie op Jonas. Ik begrijp helemaal dat het een wens zou zijn om meer te doen met de data die de waterschappen beschikbaar hebben. En dat je ook graag de mensen zou hebben om daar op in te springen. En je beschreef hoe je de teams vormde. Dus de teams van de opdrachtgeverkant en de teams van de uitvoerkant. Maar wat zijn nou de soort vragen die je dan hiermee aanpakt? Het lijkt nu een beetje een bottom-up verhaal. Er zijn heel veel data en daar willen wij iets mee doen. Maar is er ook een top-down iets met wat zijn de strategische vragen? En hoe komen die nou bij die datasets terecht? Dit is niet een meer makkelijke vraag, denk ik, maar... Nee, dat is absoluut geen makkelijke vraag. Het is wel een hele terechte vraag. En ik denk dat daar is dit traject ook uit ontstaan. De eerste strategische vraag eigenlijk die deze hele discussie überhaupt opwierp wat tot dit project geleid heeft, had ermee te maken dat je landelijk en wereldwijd ziet dat data science echt aan het helpen is om vraagstukken te beantwoorden die we tot nu toe nooit beantwoord kregen. En om dat een vorm te geven, moeten we de juiste vragen kunnen stellen. Want daar zit een heel, heel grote gap eigenlijk. Hè? Dus een heel grote kloof tussen wat we weten vanuit wat we al doen, ten opzichte van wat we weten van wat er kan. Mm-hmm. Die kloof is zo groot dat we zeiden, we moeten in staat zijn de mensen binnen onze organisatie te kunnen helpen de juiste vraag te kunnen stellen om data science in te zetten. Want er zijn data scientists genoeg. Die kunnen we zo inhuren en dan kunnen we mee aan het werk. Maar als wij niet in staat zijn zelf die vraag te stellen, kunnen we ook nooit kijken of het echt impact genereert. Dus dat was de eerste strategische benadering. De tweede is dat je, en dat zie je in de uitkomsten van alle verschillende projecten die nu draaien. Hè? Dus die shortlist waar ik het over had. Die ga ik nu niet allemaal benoemen, maar dat zijn bijna allemaal vragen die vanuit de maatschappelijke vraagstukken komen. Dus dan heb je het over klimaatadaptatie, je hebt het over energietransitie, je hebt het over interbestuurlijk samenwerken en financiële afspraken en dat soort dingen. Dus daar wordt nu naar onderzocht, hoe kan je daar op basis van dat soort vragen, en dan maken we hem weer zo klein mogelijk, want anders mis je de kans, zeg maar. Gaan we op dat soort onderdelen worden die use cases nu uitgewerkt. Oké, dus Jonas, een nationale wetenschapsagenda, hebben we ook een nationale wateragenda zometeen? Wie weet. Dankjewel. Jonas, je zegt de juiste vragen stellen, maar wat zijn, kun je dat daar iets dieper op ingaan? Zijn dat de vragen van een hydroloog over de diepte van een watergang, om op Henry's een praatje aan te haken? Of is dat... hoe kunnen wij als waterschap zo optimaal circulair opereren? Zomaar strategische vragen of praktische vragen? De grote lijst die begon met de strategische vragen. En van daaruit werd dan afgepeld naar de tactische vragen. En uiteindelijk uitvoeringsvragen. En volgens mij in het verhaal van Henry, als je het hebt over strategische vragen, daar zit natuurlijk heel sterk in de vergrijzing en de... zelfs in het eerste het praatje daarvoor nog van hoeveel technische mensen wij tekort gaan komen binnen nu en x jaar. Dat is een strategisch probleem waar wij als waterschappen, maar eigenlijk als hele sector tegenaan lopen. En nog sterker, we zijn ook ondertussen nog eens allemaal in dezelfde vijver met elkaar aan het concurreren om die vragen beantwoord te krijgen. En dus eigenlijk die expertise binnen te halen. Nou, dat is natuurlijk de overstijgende vraag waar dit traject aan ten grondslag ligt, om daarmee aan de slag te gaan. Maar Jan, wordt dit even wat scherper neerzetten. Wordt dit niet een hele platte manier van digitale transformatie? En we gaan de inspectiemensen met een iPad op stap sturen, want dat scheelt 30% of 50% van de capaciteit van de mensen, want ze kunnen data sneller invoeren en verwerken enzovoort. En dat is een onderdeel van digitaliseren, maar is dat ook digitale transformatie?
Ja, in zekere zin wat je natuurlijk wil en wat ik hier iedere keer hoor en dat is ook een idee dat ik heb van eerdere samenwerkingen is dat data is er, maar mensen weten misschien niet eens per se van elkaar van wat voor data er is. Dus afgezien van dat mensen op pad sturen met een iPad en een programma op die iPad, dat digitaliseert en dat haalt een hoop papierwerk, zet dat in de computer, maar misschien dat ook helpt bij het standaardiseren van bepaalde data. Die we hebben. En als er goede afspraken zijn en goede documentatie is van als wij hier deze waarde meten in deze eenheid en volgens deze meetmethode. Als je dat op een goede manier weet af te spreken onder elkaar. Dat is een eerste stap, zeg maar, naar een goede data readiness noemen we dat in de wetenschap. Van het op een goede manier je data archiveren en klaarmaken voor het modulatiewerk, zeg maar. Dat is wel een kluif, want dat kan je dan in het waterdomein doen. En daar vechten we elkaar de tent dan al uit of dat de riolering of de watergang. Wat is je ingang? Want je begint niet bij niks, je hebt een historie. Maar Etienne, dat als je naar circulaire economie of energietransitie of weet ik wat gaat kijken, zijn die data die overstijgen per definitie het waterschap. Ja. En de uniformering en het juist kunnen benoemen van data en het communiceren, dat is een stuk ingewikkelder. Hoe moet je daarom mee omgaan? Ja. En Jonas kan ook antwoorden. Wij schrijven even mee. Ja? Oh, sorry. Even wat vliegtuigen over. En nog steeds. Ja, ik hoor ze hier ook. Ja. Hoe zou je daarmee omgaan? Het doet me een beetje denken aan circulariteit, zoals we dat onderzoeken, zoals ik in het begin zei, ook in onze faculteit. En het lijkt er steeds meer op dat je dan meer naar ketens van bedrijven zou moeten kijken dan naar bedrijven alleen. Dus die kunnen allerlei dingen heel optimaal proberen in te richten, maar die hebben nog steeds een winstoogmerk en zien nog steeds de anderen in de sector als concurrent. En misschien moet er iets overstijgends zijn voordat je een bepaald proces, kleding, energie, whatever, transport, echt circulair kan inrichten. Dus volgens mij, als je het niet oppast, dan gaat iedereen gewoon op iedereen wachten. En is het waterschap bezig met water. En lost de strategische vragen voor water. Lost die op, dat zou wel heel mooi zijn. Maar verzamelt daar data over. Misschien zou het inderdaad mooi zijn om iets overkoepelends te hebben. Niet een heel concreet antwoord, maar goed. Daar wil ik nog wel even op aanhaken. Want volgens mij is dat precies waar je naar op zoek bent. Hè? En dat is ook de oproep van die data scientist. Want dan, als je hem nog eentje kleiner maakt, dan zijn we op dit moment vaak als enkelvoudig waterschap bezig onze data op te slaan en te ontsluiten. En gelukkig hebben we ook een aantal landelijke datasets. Zelfs die we samen met gemeente en provincie ontwikkelen. Maar wat Jan bijvoorbeeld heeft gedaan door Twitterdata daaraan toe te voegen. De KNMI-data is ons sowieso in ieder geval niet onbekend. Maar er is zo ongelooflijk veel informatie beschikbaar. Alleen we zijn nog niet goed in staat te analyseren welke informatie we nou bij elkaar moeten zetten om ergens een antwoord op te vinden. En dat is wat ik bedoel met die vraag. En nog eentje terugpakken, Bert, want je zei net, is dit nou wat de digitale transformatie is? Volgens mij, we hebben het over data science, dus dat is één van de onderdelen of één van de antwoorden die ons helpen in een digitaal transformerende wereld stapjes te zetten. Maar dat gaat natuurlijk nog een heel groot stuk verder. Als je het hebt over hoe werk je, hoe sta je in je omgeving en maatwerk kunnen leveren vanuit de grosso modo informatiestromen. Oh. Michelle, wil jij de Mentimeter-vraag tevoorschijn halen, alsjeblieft? Er is een vraag van Marcella ook. Oh, sorry, heel goed dat je. Ja, ik ben Marcella Laguzzi, manager bedienen bij Waterschap Brabantse Delta. Bij bedienen ben ik verantwoordelijk zowel voor de zuivering als voor oppervlaktewater. En ik heb hartstikke goede mensen en ik weet dat ik ben ook een programmeermeisje uit de oude Deltares.
Dus altijd met modellen gewerkt. Maar dan komt mijn instrumentarium tekort met de veranderingen. En dan komt altijd de onderhoudbaarheid van al die modellen is al moeilijk. Dus machine learning biedt jou enorme veel perspectieven om dingen te beantwoorden en te optimaliseren de nieuw met de huidige modellentechnieken de ouderwetse niet kon. Maar we kunnen ook niet alleen binnen het waterschap kijken naar oplossingen. Sorry, jullie zijn hier. Ik zat naar de andere scherm te kijken. Niet alleen naar de eigen vraagstukken, maar bijvoorbeeld als ik ben bezig met het optimaliseren van mijn energieverbruik, zou ik mijn verbruik kunnen koppelen aan de capaciteit in het netwerk van Tenet en van de Nexus Alliance van deze wereld. En dan zouden wij ons, als het water het toelaat, ons gebruik kunnen afstemmen, omdat wij afnemen op het moment dat de netwerk niet meer aan kan en alle zonnepanelen en windenergie bezig is. Dus we zouden breder kijken dan deze zaaltje vandaag, deze digitale zaaltje, naar andere partners waar wij zaken kunnen meedoen. En niet als concurrenten, maar als partner. Dus ik zie enorm veel mogelijkheden. Dus als er meer diep studenten bij ons willen komen, oefenen graag. Helder. Ja. Michelle, nu toch de Mentimetervraag alsjeblieft. Oh, hij is al beantwoord. Nee. Nou, hier hoeven we niet heel lang bij stil te staan, beste mensen. Want dit is. Het versterkt alleen maar. Wie heeft er geantwoord? Het waterschap wordt een dataschap. Dat is een heel ver doorgevoerd scenario. Wie van de twee mag ik het woord geven? Ik ben Menno Wieten. Ik heb daar op gestemd inderdaad. Ik denk dat het, als ik de andere antwoorden zie, dan zijn het allemaal onderdelen. Data science is een onderdeel van die hele digitale transformatie. Of transitie. Dataschap, ik denk dat waterschappen zich veel meer moeten gaan richten op data om het werk veel beargumenteerbaarder zeg maar, te kunnen uitvoeren. Dus ik denk dat daar, dat is gewoon breder dan alleen data science. Dus dat is vooral de reden waarom ik daarvoor op gestemd heb. Okay. Het is zo belangrijk en zo'n opgave, zet daar maar eventjes een spotlight op om daar extra gas op te kunnen geven. Ja, die zal het nodig hebben om ook data science te kunnen doen, überhaupt. Dus. Oké. Okay. Ja. Pak de volgende Mentimetervraag alsjeblieft, Michelle. Bij complexe vraagstukken in een gebiedsopgave is data science een noodzakelijke ondersteuning voor het vinden van een oplossing. Want je kan een hydroloog ondersteunen of een dijkenman. Dat is het plaatje dat daarbij hoort. Je kijkt van data naar informatie, naar kennis, naar wijsheid op enig moment. Heb je als een hydroloog of als een zuiveringstechnoloog, heb je die wijsheid en kun je context en ervaring combineren. Maar dat is altijd de hydroloog of de zuiveringstechnoloog. In gebiedsopgaven zul je vervolgens met recreatie om moeten gaan. Met schoon water, met wateroverlast, met klimaatverandering, energietransitie, verzin het maar. En dat is altijd groter dan jij vanuit je wijsheid kan behappen, want je moet 4, 5, 6... wijsheden van verschillende domeinkennissen, domeinvelden, combineren. Vraag die daarbij hoort, Michelle. Kijk. Dit is een mooi beeld. En dan ook weer, wie heeft hier nee geantwoord? Kan iemand dat toelichten? Want het algemene, algemene beeld is ja, dat is helder. Te complex om alleen vanuit domeinexpertise te behappen. Mag ik iemand die nee geantwoord heeft het woord geven? Hoi, ik ben Evelien van der Heijden van Waterschap Rivierenland. Op dit moment vinden wij ook oplossingen
voor complexe vraagstukken. En op dit moment is data science nog niet ontwikkeld. Dus de oplossing kan misschien beter als je je laat ondersteunen. Maar op dit moment lukt het ons ook. En we zijn vandaag natuurlijk ook bij het kennisfestival Do Facts Matter. En naast dat we dankzij data science feiten beter op orde kunnen krijgen, spelen er nog heel veel andere zaken een rol bij een juiste oplossing. Dus dat is de achtergrond. Kun je dat toelichten? Wat voor zaken? Wat? Nou, hoe je je boodschap brengt. Even kijken, Anjo had een mooie... dat eigenlijk maar de kennishouding, gedrag, trits, dat die eigenlijk maar, dat die geldt op je bewuste keuzes. En dat is eigenlijk maar 5% van je, van de keuzes die je maakt. Even kijken, ja, ik moet nu even alles wat ik vandaag heb geleerd omvormen. Even kijken, dus, feiten en kennis kunnen wel inzetten, maar dat moet dan via gedragsprincipes en weerstandsreductie plaatsvinden. Leuk al die feiten, maar om dat werkelijk om te zetten in het te behalen doel, is meer voor nodig. En op dit moment lukt het ons dus ook, terwijl we nog geen data science hebben. Ik ben wel een grote voorstander hoor, van dit thema, maar af en toe... Het zal er beter voor worden, maar je valt over het woordje noodzakelijk en daarom heb je nee gezegd. Ja. Oké. Okay. Jonas, wil jij erop reageren? Want tenminste, jij hebt je handje omhoog, dus ik neem aan... Klopt, ik dacht één wat wel interessant is, want ik ben het eens met Evelien. Natuurlijk kunnen we dit allemaal op andere manieren ook al heel ver brengen. En helemaal als je het over gedrag hebt. Dat is met data science niet te beantwoorden. Maar ik wou wel even benoemen, ik ben dus de afgelopen 2 dagen bij het Field Lab van de digitale overheid aangesloten rond Digital Twins. En wat bijvoorbeeld heel mooi is, is dat daar nu een use case uit gaat komen die een kruising tussen stedelijk en landelijk gebied. Dus als je het hebt over gebiedsopgaves, waarschijnlijk een use case gaat uitwerken om daar een digital twin van te maken. De gemeente Utrecht heeft bijvoorbeeld een hele grote digital twin van het hele centrum van Utrecht. We hebben als waterschappen een aantal zuiveringen. Nou, als je daar nog het natuurdeel aan toevoegt en je laat mensen daar niet alleen naar kijken, maar ook bijvoorbeeld visueel in rondlopen, dan heb je op gedrag ook een aantal stappen te zetten die... waarin data science ons echt ondersteunt om ook die opgaves niet alleen op te lossen, maar ook in beeld te brengen en dat gesprek erover te voeren. En ik denk dat daar zeker naar de toekomst toe een hele grote toepassing gaat zitten. Oké. Ik zie nog een ander handje in de lucht, maar ik kan niet zien van wie die is. Nee, dan ga ik even door. Etienne en Jan en Henry. Jonas die stelde er net, menselijk gedrag is niet in dit soort modellen te vatten. Kunnen jullie daarop reageren? Goed. Ieder model is natuurlijk zo goed als de data die het geeft. En menselijk gedrag is natuurlijk iets heel moeilijks om ook in data... vast te leggen. Om een concreet voorbeeld te geven van iets wat recent misging eigenlijk bij zelfrijdende auto's. Die hadden ontdekt dat zelfrijdende auto's die worden in lab settings in Amerika vrij goed toegepast. Dus geen data water science verhaal. Maar die konden dus heel goed mensen herkennen. En die zouden dus stoppen op het moment dat ze een mens voor zich zagen. Zouden ze op tijd, dat doen ze natuurlijk veel beter dan mensen zelf. Maar goed, het probleem was dus, ze hadden in hun trainset heel veel dezelfde soorten mensen. Van dezelfde uiterlijke kenmerken gestopt. Waardoor de auto's niet goed genoeg waren in het herkennen van andere, lichtgekleurde mensen. En dat is natuurlijk een ongelofelijke blunder. De modellen zelf aan zich die waren goed, maar de persoon die de data had verzameld, of in ieder geval de data was niet representatief voor wat het moest voorspellen. En dat is iets, daar kan je ongelooflijk mee de boot in gaan met dit soort zaken. En ik denk dat de modellen vrijwel alles kunnen voorspellen wat je erin stopt. Maar het is heel makkelijk om de verkeerde data erin te stoppen, of te weinig data, of data die belangrijk is juist te vergeten, omdat je daar als dataverzamelaar niet aan,
aan gedacht heb. En dat is een van de punten die zal heel belangrijk zijn voor het correct opzetten van ook eerlijke en betrouwbare modellen in de praktijk. Helder. We naderen het einde. Etienne, wil jij nog een laatste beschouwing tot het publiek richten? Hoeft niet. Ik zal proberen alles samen te vatten, inderdaad. Dat wordt wel heel ingewikkeld. Nee, ik denk dat we een aantal hele mooie bijdragen hebben gezien om meer gebruik te maken van de data die binnen de waterschappen bestaan. En ook om die bruikbaar te maken en de mensen klaar te stomen om daar meer mee te werken. En er zijn nog een heel aantal uitdagingen die op de weg daar naartoe liggen. Zoals van het strategisch niveau de vragen vertalen in de data die daarbij horen. Zoals het samenwerken met andere partijen die relevante vragen stellen. Of misschien zijn er ketenvragen. Circulaire oplossingen die zullen meer vragen dan alleen water. Dat is het ongeveer, denk ik, wat ik nog kan toevoegen. Dankjewel. Grote leerpunt vandaag is dat zelfs iemand als Jan van Rijn die AI, digital transformation enzovoort als hardcore onderwerp heeft, de menselijke factor misschien niet voorop stelt, maar die wordt nergens uitgesloten. Die is en die blijft vreselijk belangrijk. Je ziet dat ook in de chat terugkomen. Domeinkennis, menselijke factor is een groot goed. Dat lijkt me een prachtige afsluiter voor deze sessie. Desalniettemin is er waanzinnig veel te doen met data in alle uitdagingen waar we voor staan. Die gaan we oppakken. Ik dank Henry, Jonas en Jan en Etienne voor hun bijdrage. Ik dank jullie voor jullie aandacht. We gaan terug naar het festivalterrein voor het laatste onderdeel van het programma. Dank Bert. En nog een goede dag. Dankjewel. Joep. Goed.